Hallo, ik ben Gam. Ik zit nu even in een Zuid-Frankrijk huisje om tot rust te komen en alle punten op de i te zetten. Maar ik wil toch even viral gaan met een leuk verhaal. Ik was 5 jaar en ik zat in bad. Ging op een gegeven moment. Ja, mijn blote voetjes, mijn kamer in. En ik dacht, goh, laten we eens een lampje aandoen. Zo'n koperen lampje, weet je wel. dat had ik beter niet kunnen doen. Ik stond er gelijk helemaal onder stroom. Kijk, klein jochie, heel fragiel. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik kreeg echt een doodklap. En die klap die was, ja, dat was echt vanuit mijn voeten, blote voeten, zo, takka, naar mijn keel. En ja, dat was. Ik weet het nog, het is nu 50 jaar geleden. Maar ik weet wel dat ik. Ik was een beetje. Ik was niet geschrokken. Nee. Ik had net zo goed dood kunnen zijn, maar ja, een kind van 5, wat heeft hij nou voor een. Bewustzijn of zoiets? Of ja. De dood bestaat niet op die leeftijd. En wat ik vervolgens merkte, na ongeveer 40 jaar, ja, ik was 45, dat ik bij een etentje een keer buiten, dat er zo'n vork op mijn borst bleef hangen. Ik denk, hé, wat is dit? Wat is dit? Ja, hé, wat is dit? Wat is dit? Maar goed. Dus ik heb op een gegeven moment gemerkt dat ik een magnetische kant heb en boven. En, misschien hebben jullie het ook. En ja, ik zou het leuk vinden als meer mensen reageren. Ik zal straks even wat demonstreren. Ja, tot straks dan.